Dit was ook een geweldige. Samen lief hem. Een beetje aardig, zeggen ze dan hier achter de... Als ze niet bij de microfoon zijn. Nou, ik vond het meer dan een beetje aardig. Ik vond het echt geweldig. Dank jullie wel. Ik ga even mijn briefje te boodschap toveren. Ik ga niet zo heel veel zeggen, maar ik wil wel een aantal dingen zeggen. En waarvan een echt heel belangrijk ding waar ik echt nog aandacht wil geven. Allereerst vind ik natuurlijk, dat zei ik daar straks ook, ik vind het geweldig dat er nog steeds zoveel mensen hier staan. Ik zei dat in het begin van de middag, maar jullie zijn niet weggerend. Ja, kan ook bijna niet, hè, met van die geweldige optredens die er geweest zijn. Ja, je mag ook zeggen dat je dingen mooi vond. Ik wil een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk de samenwerking met Mondriaan, Peter Peters, Hans van Reen is nog niet genoemd, maar Peter Peters en Hans van Reen, dat was het vaste duo waar ik het afgelopen jaar de gesprekken mee gehad heb. Dus Hans, jij ook echt ontzettend bedankt voor het afgelopen jaar. Hij staat daar helemaal achter, dus misschien een applaus voor Hans, ook aan Peter Peters, want daardoor is dit allemaal mogelijk geworden. Dan van Mondriaan natuurlijk ook de repo-afdeling. Helaas is Liesbeth al wel moeten gaan. Ik weet niet of Cher wel nog in de zaal. Ja, Cher is er wel nog. Nou, Cher vertegenwoordigt even de repo-afdeling zonder de samenwerking met de repo-afdeling. En ook dat was echt niet iets kleins. We hebben behoorlijk wat heen en weer gemaild en gesproken en gedaan. En geweldig wat een samenwerking. Ik vind het echt heel bijzonder hoe de samenwerking met Mondriaan in de meest brede zin van het woord is gegaan. Dan nog een afdeling, de evenementenbureau, want daarvoor staan we in deze ruimte. Peter Frederiks, is die ergens aanwezig? Peter, Nee, die is weg. Oh, die staat aan deze kant. Oh, die is verhuis. Peter en het team, natuurlijk ook van harte bedankt voor alle moeite die je gedaan hebt om dit... Maar helemaal, het zijn hele moeilijke tijden op dit moment voor Mondriaan. Dus het was ook even spannend van wat gebeurt er met dit evenement. En ik vind het geweldig dat we hier toch staan en dat alles zo goed geregeld is. En dankjewel Peter en de rest van het team natuurlijk. En ik ben vergeten te vermelden, er hangen overal schilderijen. Dat stond wel in de aankondiging, maar er is dus ook een expositie van Brainwaves. En dat zijn patiënten, zeg ik het goed Peter, patiënten die schilderijen maken. En, kunstenaars uit de psychiatrie. Kunst, zo moet ik het dus zeggen, ja, dat is beter verwoord. Dankjewel. Kunstenaars uit de psychiatrie. En die werken hangen hier. Dus mocht je tijd hebben en zin hebben, dan neem een kijkje naar de schilderij. Dan de Health Foundation. Ja, ze zijn niet aanwezig hier, maar door Mondriaan ben ik ook een kopie. Ja, sorry Peter, natuurlijk. Excuseer mij. Peter Peters, moet ik zeggen, is natuurlijk wel ook vertegenwoordiger van de Health Foundation. Ja, ook dat inderdaad. Peter heeft er straks al wat van gezegd. Dat is geweldig, die samenwerking. En daarvoor ben ik eind maart op allerlei plekken te vinden met mijn boek. Waaronder dus bij een ronde tafelgesprek waar Peter er straks al alles over verteld heeft. Mijn familie is aan boord gekomen. Nou, natuurlijk geweldig. Ook geweldig dat hier de familie Gommans in de zaal zit. Dat hier de familie Simons in de zaal zit. Natuurlijk Alfons, mijn partner. Mijn kinderen zijn hier. Ik voel me ontzettend gesteund door zoveel opkomst en ook al in het afgelopen jaar. Want het is niet niks als iemand uit de familie zo'n open boek gaat schrijven. En dan komen twee bijzondere mensen die ik echt even heel speciaal wil gaan bedanken. Dus ik ga even wat pakken. En terwijl ik wat pak, wil ik vragen of Mariska en Karen naar voren willen komen. Mariska Bosman en Karen Hoens, dat zijn de editors van mijn boek. En dat is wel echt bijzonder en daar wil ik echt even aandacht aan besteden, want we hebben het over mijn boek, maar eigenlijk is het niet eens meer mijn boek. Want zoals mijn moeder zei, een jaar geleden had ik had 2 jaar geleden het idee. En ik ben 2 jaar geleden begonnen met schrijven en een jaar geleden had ik in principe mijn boek af, dacht ik. Toen kreeg ik een tip om mijn boek om te vragen of er proeflezers zouden zijn die mijn boek wilden lezen. En dan een reactie wilden geven zodat ik wist van hoeveel moet ik nog doen voordat mijn boek echt een boek wordt. Nou, ik kreeg op zich een aantal reacties, een man of 10.
waarvan ook twee hele bijzondere reacties vond ik. En dat waren van Mariska en Karen. En zij kenden elkaar niet, ik kende hun niet, maar zij waren wel alle twee heel eerlijk naar mij. En ze zeiden, nou Mirtel, via de mail en via berichtjes, het is een heel mooi verhaal. Het is, ja, het raakt me, je verhaal. En als je het gewoon je levensverhaal wil laten zijn, vooral zo uitbrengen. Wil je er een boek van maken? Vraagt het toch nog wel wat werk. En bedankt inderdaad. En nou, toen waren we nog een beetje naïef. Want gisteren zijn we samen gaan uit eten. Want ik dacht, op deze dag dan kan ik helemaal geen tijd aan hun besteden die ze verdienen. En toen kreeg ik gisteravond van hun een heel bijzonder cadeau. En blijkt dat zij met z'n tweeën achter mijn rug om het proces van het boek maken in een beeldend boekje van mij gemaakt hebben. En inderdaad, er mag voor geapplaudisseerd worden, want dit is zo bijzonder. En dit geeft ook meteen weer wat voor werk wij gehad hebben het afgelopen jaar. Want ik dacht mijn boek klaar te hebben, maar niks was minder waar. Ik zal een bladzijde, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ja, waarschijnlijk kunnen jullie het niet zien. Maar dit was een van de geëdite pagina's. En dit is de tekst. En hier staan alleen maar reacties op wat er anders moet. En zo ging het met het hele boek. Ze hebben me ook wel eens gezegd dat je dat allemaal zo goed opneemt. Dat verpast ons toch wel. Ja, ik moet natuurlijk wel mijn licht leven principe ook omhoog houden. Hè. Ze weten natuurlijk niet wat ik achter de schermen af en toe gevloekt heb. Nee, dat valt wel mee. Ik wist dat het gewoon nog geen boek was. En wij dachten heel naïef dat we ergens in een weekend, en helaas is er niet, maar als een havenkamp van het Roggebod zaten. Die wil ik ook heel erg bedanken, want dan mochten wij een weekend zitten met z'n allen, samen met Janne. En Janne is ook in de zaal. Waar is Janne? Daar! Super Janne dat je er bent, geweldig! Janne heeft ook daar aan bijgedragen, die was ook bij het Roggebod zaten. En toen dachten we dat we mijn boek af zouden krijgen. Ja, ook dat was minder waar. Dus we hebben echt 9 maanden met elkaar heen en weer gemaild, geschrapt. En op het moment dat ik klaar was, Jan Henk, jij komt er ook nog in voor. Want op het moment dat ik dacht dat ik klaar was, een van de laatste slagen die we deden. Toen, dat wil ik toch even voorlezen, want dat gaan zij niet voorlezen. Oh, dan moet ik het vinden. Dat is echt, ik dacht echt van, nou, dat is nog een kwestie van accepteren. En dat accepteren bedoel ik, het is accepteren van de wijzigingen die erin staan. Dus dan schrijf ik, dus toen ik gisteravond eventjes het document opende voor een kijkje, toen schrok ik toch wel even. Had ik net naar Jan Henk geschreven dat het vooral nog ging om accepteren. En toen kwam dus die editpagina die ik jullie net liet zien. Dus dat was een van de laatste slagen nog, in de laatste week voordat het naar de drukker ging. Nou, dus ik keer me even naar de dames. Zonder jullie was het boek er gewoon echt niet geweest. Ja, het was er wel geweest, maar het was geen boek geweest. Ik zie het echt als een product van ons drieën. Ik ben jullie ontzettend dankbaar. Dat kan ik gewoon helemaal niet uitdrukken hoe dankbaar ik jullie ben. En ja, ik vind jullie gewoon bijzonder. Ik vind jullie bijzonder. Ik ben heel dankbaar dat jullie in mijn leven zijn gekomen. Dat jullie dat voor mij gedaan hebben. Ja, en dat er nu een geweldig product ligt. Dus ik wil jullie daar echt ontzettend voor bedanken.